Het gebed wordt gezegd door de geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. De eerste vraag op de dag des oordeels zal worden gevraagd over het gebed. En als dat correct is, dan heeft diegene succes. En als dat incompleet is, dan is voor diegene vernedering en verlies. Belangrijk dat we het gebed ook op de juiste manier verrichten. Vaak denken wij van nee, Allah accepteert, Allah weet de harten, zonder twijfel. Maar Allah geeft ook de regels. Sayyidina Imam Bukhari, rahmatullahi, hij vermeldt dat de metgezel Sayyidina Huzaifa bin Yaman, radiyallahu anhu, zag iemand het gebed verrichten, wiens ruku en sujud niet juist waren verricht. Na het gebed vroeg hij aan diegene, hoe lang leest u al zo het gebed? Toen zei diegene, ik lees al voor 40 jaar zo het gebed. Toen zei Sayyidina Huzaifa bin Yaman, radiyallahu anhu, dat betekent dat je het gebed voor 40 jaar niet hebt verricht. Belangrijk dat we het gebed ook op de juiste manier verrichten. Wordt vermeld door Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu dat de geliefde en de gezegende profeet sallallahu alayhi wa sallam vermeld. Een persoon die verricht het gebed voor 60 jaar, maar Allah accepteert geen enkel gebed van diegene. Moet je nagaan, voor 60 jaar het gebed verrichten, maar Allah heeft geen enkel gebed van diegene geaccepteerd. En waarom niet? Omdat diegene zijn ruku en sajda niet juist verricht. Imam Ahmed Raza Khan, rahmatullah, hij geeft hierop nader uitleg dat mensen doen in het gebed dusdanig sajda dat de tenen alleen maar de aanraken, terwijl de buik, de gedeelte waar men op loopt, dat zou moeten raken tijdens sajda. En niet alleen maar de punt van de teen, maar de buik als het ware, waar men op loopt, dat stukje, dat zou moeten raken op de grond tijdens sajda. En velen zien toch dat ze hun voeten dan de tenen zo hebben. Hij vermeldt dat één teen richting Qibla, dus de plek waar men op loopt, dat moet richting Qibla. Eén teen is verplicht in het gebed. Merendeels van de tenen, wil zeggen 3 en 3, is wajib, noodzakelijk in het gebed. En alle 10 tenen dusdanig zetten dat de buik van de tenen als het ware, de plek waar men op loopt, alle 10 tenen moeten dan richting Qibla. Dat is de sunnah, betekent de manier van de heilige profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En in sajda moet niet de punt van de neus de grond raken, maar de bot van de neus moet de grond raken op sajda. De voorhoofd en de bot van de neus. Niet de punt van de neus, vermeldt Imam Ahmed Raza Khan rahmatullahi alayhi. En hij vermeldt verder, met ruku is het zo dat mensen alleen heel klein beetje omhoog gaan, sami Allahu liman hamida, en dan nog niet recht de rug hebben en ze gaan meteen naar sajda. Terwijl deze houding rechtop, dat doet men qoma, dat is ook wajib. Hij vermeldt, mensen gaan een klein beetje omhoog, niet helemaal gestrekt, en ze gaan dan naar sajda, dan is dat ook niet compleet. En een andere laatste belangrijk punt, de zithouding tussen twee sajda's. Dus je verricht sajda, dan Allahu Akbar, en dan weer de volgende sajda. De zithouding tussen twee sajda's, wat men noemt jalsa, die houding, is ook wajib. En daar is ook wajib dat je minimaal de duur van 1 subhanallah stil zit. Helaas door kennisgebrek is ook te zien dat mensen dat niet op de juiste manier verrichten. Ook niet na ruku, sami Allahu liman hamida. Dat de duur van 1 subhanallah, dat men met de rechte rug stilstaat. Ook tussen 2 sajda's niet goed. De sajda zelf, wat verplicht is, als het ook niet goed is, dan is gebed ook niet geldig. Dus hij vermeldt op een dusdanige manier, als iemand het gebed verricht voor 60 jaar, dan zal Allah geen enkel gebed van diegene accepteren. Omdat het niet op de juiste manier is verricht. Een andere hadith ter nadruk hiervoor, Imam Bukhari, rahmatullah, vermeldt in zijn Sahih Bukhari een mooie hadith. Hij vermeldt, er was een persoon gekomen in de moskee en hij verrichtte het gebed heel gehaast.
En daarna gaf hij de salam in hoofd van de gezegende profeet, sallallahu alayhi wa sallam. De geliefde profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij is rahmatul alameen, hij is graad der werelden. Maar hij vermeldt aan diegene, ga terug, je hebt geen gebed verricht. Hij was haastig. Dus net die punt van het is vermeld, had hij niet gedaan. Die metgezel ging meteen weer terug en hij ging weer het gebed verrichten. Hij kwam terug, hij gaf weer salam. En toen zei weer de geliefde profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ga terug, je hebt het gebed niet verricht. Toen zei die metgezel, zei, ik zweer bij Allah, die u als waarheid heeft gestuurd, ik kan alleen maar zo het gebed verrichten. Vertelt u mij, hoe moet ik het verrichten? Toen zei de geliefde en de gezegende profeet, sallallahu alayhi wa sallam, verricht jouw rukoe en sujud met rust. Neem je tijd, niet gehaast. Betekent na rukoe dat je met de rechte rug staat. Tussen twee sajda's ook je rug recht houden. Het is belangrijk dat we het gebed verrichten, maar ook volgens de regels verrichten. Mogen Allah ons de gunst schenken dat we het gebed verrichten op de juiste manier. Een tip hiervoor is, op de website dawatislami.nl heb je ook een link betreft het gebed. Daar kan men zien hoe men het gebed kan verrichten en ook trouwens op de voodoo. En ook op de YouTube kanaal genaamd Dawat Islami Holland. Daar kan men ook de clips bekijken. Zo kunnen we het gebed ook verbeteren. Is ook voor zusters trouwens. Mogen Allah ons de gunst schenken dat we het gebed verrichten op de juiste manier. Blijf het gebed verrichten en belangrijk dat we ook anderen hiervoor motiveren. Dawat Islami, verspreid je over heel de wereld. Dawat Islami, verspreid je over heel de wereld.